Zo, we zijn weer een kommetje. Heerlijk. Heerlijk. En op zo'n chic landgoed. Zo'n chic landgoed, maar daar heb jij me mee naartoe genomen. Ja, als ik het doe, doe ik het goed, hoor. Als het doet, doet ze het goed. Nou, dat is waar. Altijd koffie, nou, dat moet lukken. Kom op. Dus dan kan je hiermee knallen. Nou, als dat geen eerste indruk is. Wat zie ik nou, joh? Vorige week kreeg het team in de tuin spontaan bezoek van Myrna Goossen. Zij had een bijzondere verrassing voor ze in petto. Wat kom jij hier doen? Nou, ik zie je altijd zo. Ze staat blauwbekken. En ik weet dat er één groot feest is in het jaar waar jij helemaal dol van bent. Dus ik wil je eigenlijk heel graag uitnodigen met het hele team bij Landgoed Hotel Avegoor in Ellecom. Nee, dat meen je niet. Om daar kerst te vieren. Ja. Dat meen je niet. Ja. Zo gezegd, zo gedaan. Op naar het Gelderse dorpje Ellecom. Net onder de rook van Arnhem ligt dit prachtige landgoed. Bij deze wil ik jou dus officieel welkom heten bij Fletcher Landgoed Hotel Avegoor. Nou, één ding, het ziet er hier wel prachtig uit. Goed, hè? Het is mooi. Ja, en het lijkt me een feestje om hier aan de gang te mogen. Meen ik, hè? Kijk, deze kerstbomen die staan er gewoon. Maar jij bent voor de geur. Ik ben voor de geur, want het is een kunstkerstboom. Er is niks mis mee natuurlijk, maar ik vind kerst moet je ruiken. Ja, ga jij voor zorgen hier? Ja, natuurlijk. Ja, dat wist jij nog. Oh, leuk. Wat zij heeft wat de kerst meegemaakt met mij. Nou. Ja, maar we gaan weer uitpakken. Wel, hè? Maar ik ben benieuwd wat je eigenlijk voor ruimte voor me hebt, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Hè? Nou, echt? Ja? Je mond valt open. Je ogen twinkelen. Op naar de plek waar het allemaal moet gaan gebeuren. De grote serre aan de achterkant van het mooie pand leent zich perfect voor een chic kerstdiner met heel veel gasten. Kijk, en deze ruimte had ik dus bedacht. Wat fantastisch, zeg ik. En wat een uitzicht, hè? Ja, en naar buiten kan ik ook nog wat, hè? Ja, ga je dat ook doen? Ja, dit is leuk. Wat is dit mooi. Maar kijk, dit is zo prachtig wat je hier ziet. Het is allemaal glas. Het is een balzaal, hè? Even gauw kijken hier. Ja, zie je, er is hier bestrating. Ja. We moeten die mensen toch ontvangen. Ja. Dat kan niet zo'n hele grote kersttafel komen. Leuk. En dat kunnen we toch eens in gaan gebruiken? Ja, leuk. Kijk, dit is een wijze ruimte, joh. Hele grote tafelen hier. Ja. Kerstboom aan de zijkant. Ja. Wat voor sfeertje ga je doen? Nou, ik denk barok, want het is uiteindelijk een oud landhuis. Maar wel modern barok, hè? Geen 17e eeuw. Nee. Modern barok. Leuk. Gaan we lekker uitpakken, joh. Leuk. Het ziet er waanzinnig uit. Twee dingen. Wat dan? Ik wil met je dansen die avond. Nou, ja, vooruit dan. En mag ik meehelpen? Mag ik meehelpen? Je moet meehelpen. Ja? Er moet heel veel gebeuren. En je weet, het staat in het teken van Jona, hè? Ja. Ja, en dat ken je goed, want heb je jaren mee gewerkt. Super. Oh, nou, schat, ik ben helemaal blij. Helemaal blij. Je gaat nou wel dansen. Dat is niet de bedoeling. We moeten aan het werk. Kom. Het hele team gaat gauw aan de slag. Iedereen helpt mee, want in 4 dagen tijd moet alles in een betoverende kerstsfeer zijn. Kerstbomen die zijn natuurlijk brandgevaarlijk. Als ze op een gegeven moment de vlam erin slaat, dan is het boem. Dan staat het behoorlijk in de fik. Daarvoor zijn we ze aan het behandelen. Ze worden helemaal geïmpregneerd. Dat is een brandvertrager. Kan er in ieder geval niks gebeuren. Rob en Ivo pakken weer groots uit. Dat betekent niet alleen kerstbomen versieren, maar ook dat ze op een creatieve manier bloemdecoraties gaan maken. Gek bouwwerk is dit, hè? Je zou in eerste instantie zeggen, wat heeft dat nou met kerst te maken? En toch is het zo. We gaan hier iets heel bijzonders mee doen. Ik heb hem bewust wit gemaakt. Waarom? Die witte kleur die staat hier ontzettend mooi. En hetgeen wat erin komt, dat is hetgeen wat moet opvallen. Dit is een speciale verf. Dat is verf waar een gedeelte van de terpentine is vervangen door lijnolie. En op die manier trekt het er goed in. Ik heb hem nu 1 keer geschilderd. Dan ga ik hem op zijn plek zetten. En ja, dan moet ik natuurlijk wat met bloemen doen. Ik ben niet voor niets tuinman, toch? Nou, zuster, zitten we dan, hè, voor ons kerstfeest. Ons grote kerstfeest. Ja, ik ben heel benieuwd. Hoe vier jij dat eigenlijk thuis? Nou, ik ben eigenlijk een kerstkietje, dus ik ben jarig met kerst. Dus ik vier ten eerste mijn verjaardag. En ten tweede met wat gezellige pakjes onder de kerstboom. Lekker eten, gourmetten. Ik pak verschrikkelijk uit. Er komen echt grote bloemstukken altijd. We hebben waanzinnige kerst altijd gemaakt. Dat verzon ik op een gegeven moment samen met Jorna. Maar ja, je bent er net bij. Dus ik ben al begonnen met allerlei voorbereidingen. We hebben een hele mooie zaal. Ja. En wat ik eigenlijk wil is moderne barok. Oh, dat vind ik heel mooi. Ja, daar kan ik me in vinden. Kijk nou toch. Wauw. Werelds, hè? Wat een gave plek is dit. De Veluwe gewoon voor je deur. Wat een uitzicht. Ja. In het bos. Ja. Heb je ze streekproducten? Zeker weten. Zit er wild? Ja. Kikken. Ja. Lekker. Goed, hè? Gaaf, man. Koninklijk, zullen we een beetje... Ja, wil je dat? Ja, natuurlijk. Nee, voor het gepeupel. Ik ga jou naar je plek van vandaag brengen. Kom maar mee, jij. Ah, dit is het, hè. Ik ruik het al. Je wordt gekookt. Ja.
Bart van Lierop en zijn keukenbrigade. Ja, mannen. Het kloppend hart van het bedrijf. Ja? Ja. Ik laat jou hier achter, Jeremy. Ja, dat lijkt me een heel goed idee. Want ik denk dat ik mij hier wel helemaal thuis ga voelen, hoor, de komende tijd. Zijn jullie er klaar voor, mannen? Ja, om, zeker. Ja? Zeker, helemaal. Oké, okay. Gaat hij ook zo'n muts op krijgen? In de keuken hoort een muts, dus ja? Zeker. Jeremy. Heb ik dat nou eens gezien? Ja, nee, dat weet je. Trek jij zo'n gekke kerstdraai aan met Rob en dan ga jij Rob helpen en dan zet ik zo'n muts op. En dan, deal. Ja, ik verras je. Oké, okay, veel plezier. Dankjewel. Kleur je leven vandaag bij onze eregast, Jorna. Zij is de eregast van ons kerstdiner. Maar ja, de kleur je leven bij haar natuurlijk, want we moeten er ook een beetje verwennen, want ze heeft maar een klein balkonnetje en ze heeft een heel mooi huis. Ja, dus die gaat binnen ook nog doen? Binnen gaan we ook beplanten, want ze had een plant als wens. En jij gaat er voor Jorna de poes kijken, toch? Ik ga naar de poes kijken, ja. Okay. Ik ga gauw weg. Jorna woont inmiddels 3 jaar in dit droomhuis. Samen met haar man toverden ze deze voormalige bedrijfsloods om in een modern woonhuis, bestaande uit 2 verdiepingen. Ze heeft de hele inrichting zelf bedacht en ontworpen. Jorna komt uit een kunstenaarsfamilie en houdt zelf ook van kunst. En dat is in haar interieur wel te zien. Strak en modern met een persoonlijke touch. Zo, Jornetje. Nou, hier zijn we dan. Hè? Ja, ik vind het helemaal gezellig. Kijk, maar je bent vandaag toch eregast? Ja, dat hoorde ik, ja. Eregast. Heb je een leuk jurkie? Nou, ik heb er 2, maar ik kan nog niet kiezen. Ja, dan heb je een prachtig huis. Het is echt geweldig. Dank je wel. Ja, het is een heerlijk huis, ja. Ja, lekker hoog, lekker licht. Volgens mij gaan we iets met olifanten doen, hè? Olifanten? Toch? Olifanten? Oh, dan weet ik al wat u bedoelt. Wat dan? Ja, ik heb 1 wens en dat is de olifantsoorplant. Nou, sorry, je had meer wensen, want het mocht niet te veel kleuren. Het moest wit, het moest dit. Niet te veel kleuren. Je mag toch wel kleuren. Een beetje ijs hebben, of niet? Ik ben een kleurrijk persoon. Ik ben hier voor Tijger ook. Hoe gaat het daarmee? Tijger? Ja, sinds jullie binnen zijn heeft hij zich verstopt, dus dat wordt nog wat. Je moet er zo even op gaan zoeken. Ja. Ja. Eerst kan Piet buiten aan de slag, want ook voor het terras hebben de mannen van alles meegenomen. En dat alles in de juiste kleuren natuurlijk. Dit is een hele boerenzette koolcollectie. Die zijn dus helemaal gezond. Die heb je in verschillende kleuren en tinten. Wit is het belangrijkste, want dat hoort bij de kerst. Maar die crème mag ook. En als er nou zuinig op is, bloeien ze volgend jaar weer. Growing up in-